Ja, welkom bij de derde aflevering alweer van VIZSM. Dit keer met Bas van den Hoven. Wij maken ons debuut in deze rubriek. Ja, grote schoen om te vullen, toch? Ja, want we hebben Pieter Zwart al zien schitteren, zijn koffie zien drinken. Hij droeg hem zwart. Heel logisch natuurlijk met zijn achternaam. Nee, en jij? Ja, ook. Nou, ook gewoon. Ik moet zeggen, we drinken denk ik allemaal zwart. Er is één collega misschien met het zoetje. Even vergeten wie. Maar zwart, zo hoort het wel. Ja, precies, ja. Moest jij gisteren even gaan zitten en een slokje koffie nemen toen je las dat Jasper Cillessen terugkeert bij NEC? Ja, nou, toch wel mooi, hè? En ja, ik denk ook heel goed voor zijn carrière wel. Bij Valencia, ja, vorig seizoen, ja, toch op een zijspoor beland weer. In de tweede seizoen zelfs in La Liga maar 4 keer in actie gekomen. Ja. Het was ook wel tekenend dat hij in die bekerfinale tegen Betis zat hij op de bank. Natuurlijk de laatste jaren ook wel pech gehad met blessures. Maar bij Valencia voelde hij ook nooit echt het volle vertrouwen. Domenech keepte regelmatig. Later kwam de jonge Georgiër. Dus ik denk dat voor Cillessen dat wel heel verstandig is. En het is ook wel een romantische move. Ook wel een stunt natuurlijk. Ja, absoluut. Brandenhorst heeft natuurlijk volgens hem uitstekend gedaan. Maar ja, dit is een buitenkantje en een jongen van de club. Ja, natuurlijk gegaan via Marcel Boekhoorn. Hè. Die heeft wel aardig wat centjes te besteden natuurlijk. Ja. Maar dat hij nu al op deze leeftijd terugkeert bij NEC van een grote club als Valencia. Hij zat een paar jaar geleden nog met Messi in de kleedkamer. Ja, moet je je voorstellen. Bij Oranje binnenkort misschien wel de doelman van de NEC onder de lat staan. Hè? Ja, dat zou zomaar kunnen op het WK. Ja. Nou ja, ik denk echt wel een aanwinst voor de Eredivisie in dat opzicht. Ook mooi bijvoorbeeld dat Bas Dost terug is bij Utrecht. Hè. Ik vind dit ook wel in die categorie vallen. Het is misschien nog wel een grotere stunt. Het is leuk om die spelers in actie te zien. Het geeft de ploeg onder de top ook direct meer kleur. Hartstikke goed nieuws voor NEC, voor de Eredivisie, voor ons. Ja, dan heb ik een quizvraagje voor jou. Okay. In welke Eredivisie duel komend seizoen, een wedstrijd in de Eredivisie, heb je een duel tussen twee bronzen medaillewinnaars van het WK? Eentje kan je nu dus al invullen. Ja, NEC Ajax toch? Oh ja. Met Blind. Ja. Toch eigenlijk nog eentje. Ik dacht, er zit misschien een addertje onder het gras of zo. Nee, ja, je hebt inderdaad helemaal gelijk. Dank je. Er zijn er twee, denk ik. Die toen bij de selectie zat, maar heeft natuurlijk niet gespeeld dan. Wel gespeeld. Oh, wacht. AZ. NEC AZ. Deze vraag... Mag het zijn niet. Mag dus, ja, maar er is er nog één. Ja, laat maar zitten. Oh. Ik bedoel de NEC Sparta. NEC Sparta, met de Koesman. Ja. Die teruggekeerd is bij Sparta. Ja, ook. Ja, deze vraag komt heel goed uit de verf in deze rubriek. Maar ik zou dit erin houden in deze rubriek. Dit zou ik er gewoon in houden, ja. Maar al met al wat je zegt, ja, de Eredivisie wordt op deze manier wel gewoon echt sterker, hè? Ja, absoluut. Met dit soort spelers. Absoluut. En ook voor Cillessen natuurlijk, het tekent hem wel dat hij natuurlijk financieel een stap terug doet. Bereid is om dat te doen, om juist terug te keren bij NEC. Hoe goed is hij nog? Ja, voor de Eredivisie natuurlijk echt een uitstekende keeper. We hebben bij Oranje wel gezien. Valencia, het was gewoon wel een lastige situatie voor hem. Omdat die ploeg, het was daar in de voorbije seizoenen eigenlijk bijna altijd chaos. Ze hebben het 1 keer echt goed op de rit gekregen met Marcelino toen als trainer. Ja. En die was heel gedisciplineerd, speelde 4-4-2. Ruimtes klein houden, speelden ze best wel verdedigend vanuit een goede organisatie. Nou, dan zag je ook direct dat Cillessen daar ook de vruchten van plukt, omdat het gewoon veel beter stond voor hem. Alleen die club, hè, zowel in transferbeleid als speelwijze, is het echt van links naar rechts gegaan in de laatste seizoenen. Hij natuurlijk ook zijn plek verloren, ook wat blessureleed gekend. Dus gewoon echt een lastige situatie voor hem. En ik denk dat hij met NEC, dat hij daar ook nu wel... Natuurlijk, de schijnwerpen staan op hem gericht, maar dat hij ook wel een bepaalde rust vindt. Gewoon terug naar het vertrouwde. Het is niet voor niets dat weinig spelers van buitenaf lang bij Valencia blijven. Het is gewoon echt een lastige club. Ja, Jasper Cillessen is misschien inderdaad ook wel een type die nu toe is aan de rust bij NEC. In plaats van dat hij naar Ajax gaat bijvoorbeeld, dat natuurlijk ook een keeper zoekt. Ja, zeker. Hij werd gelinkt aan PSV afgelopen zomer, deze zomer. Ja, nee, ik denk dat dit hem heel veel zekerheid biedt. Mm-hmm. En bij Valencia zag je bijvoorbeeld ook jongens als Dani Parejo, Coquelin, die vertrokken naar Villarreal. Ja. Wat 50, 60 kilometer daar vandaan is. Maar waar veel meer beleid en stabiliteit is.
Dus ja, die vinden het dan wel lekker om weg te zijn uit die chaos van Mestalla. En ik denk dat Siddes ook al opgelucht is. Ja. Hey, dan ook nog een transfer in de lucht van een oud Ajax-iet. Jurgen Ekkelenkamp, ja. Natuurlijk vertrokken vorige zomer van Ajax naar Hertha BSC. Ja. Die gaat mogelijk naar Club Brugge toe. Ja, ik denk Hertha... we hadden het over Valencia, lastige club. Ik denk dat Hertha, dat je die ook wel in die categorie kunt scharen. Natuurlijk met de zakenman Lars Windhorst, als ik het goed zeg. Die heel veel geld erin gepompt heeft. Heel veel transfers gedaan. De verwachtingen tot nu toe eigenlijk totaal niet waargemaakt. En wel ook veel jonge spelers gehad. Veel Nederlanders ook. Hè, met Zeefuik natuurlijk, Redan. Ekkelenkamp, ja, ik denk dat als hij bij Brugge belandt, ook met zijn speelwijze. Mm-hmm. Hij is natuurlijk wel een jongen die heel slim kan bewegen eigenlijk bij een aanvallende ploeg. Een beetje als Van der Beek natuurlijk ook goed kon. Dan is spelen bij Club Brugge wel heel aantrekkelijk. Omdat je gewoon weet dat je in België ben je... 90% van de wedstrijden ben je normaal gesproken de bovenliggende partij. Kan hij met zijn loopacties juist eigenlijk de verbindingsman zijn. Ook tussen de misschien spelers die het ook meer van hun techniek moeten hebben. En Club Brugge moest wel wat doen. Hè? De keten daar natuurlijk... van recordsom verkocht aan AC Milan. Vorige zondag verloren bij Eupen. Nou, speelden ze echt belabberd. Dus ja, daar zat wel een bepaalde druk op om nog wat te doen op de transfermarkt. En ik denk dat Ekkelenkamp goed aansluit op het op transferbeleid van Brugge. Het halen van jonge spelers die niet al te duur zijn, maar wel in waarde kunnen stijgen. En ik vraag me wel af of Ekkelenkamp... Ik denk niet dat hij een Noah Lang-achtige ontwikkeling gaat doormaken. Dus dat hij plotseling bij het Nederlands elftal belandt en dat hij echt voor het dubbele dadelijk wordt verkocht door Brugge. Daar heb ik toch wel mijn twijfels bij. Omdat ik denk dat hij een heel dienstbare, nuttige speler is. Maar ik denk niet dat hij echt van de buitencategorie is. Nee, en hij stelt hiermee wel Mark Overmars en Mark van Bommel teleur bij FC Antwerpen. Die hem graag hadden willen hebben. Ja, Antwerpen wil veel spelers graag hebben. Dat is wel mooi. Je ziet die strijd wel echt ontstaan in België. Toen het super, super ambitieuze Antwerp. Eerst twee wedstrijden gewonnen in de competitie. Het spel nog niet denderend. Wordt dan ook geschreven in België. Want ze verwachten dan toch als daar Nederlandse beleidsbepalers komen... dat er ook direct de Hollandse school zichtbaar is op het veld. Het was redelijk zakelijk, maar ze doen het goed tot nu toe. Hè? Brugge natuurlijk al puntenverlies gehad bij Eupen. Dus Antwerpen, zondag de topper tegen Leuven. Hè? De twee ploegen die nog zonder schade zijn na de eerste twee speelrondes. Inderdaad, ja. Bas, we zitten natuurlijk midden in de transferzomer. Ja, heerlijk toch eigenlijk. Zijn er nog berichten die jij vandaag verwacht? Transfers die rondkomen? Ja, het hangt natuurlijk altijd in de lucht. Hè? En, op de redactie moeten we daar voorbereid zijn. Het ziet er nu rustig uit, maar om de hoek... Ja, zijn ze druk mee. Zitten onze mensen klaar. Ja. En Wijnaldum, Roma, hangt natuurlijk in de lucht. Frenkie de Jong, daar zal toch wel iets rond gaan gebeuren. Chelsea lijkt nu de beste papieren te hebben. Ik denk ook wel voor hem wel een prikkelender perspectief dan bij United. Champions League ga je spelen. Een club die toch echt wel flink kan investeren. Ook al oogt het nu wat onrustig. Deze zomer ze hebben ongeveer overal langs gegrepen. Met Rafinha, met Koundé, De Ligt. Dus die kunnen wel een succes gebruiken op de transfermarkt. En wat dat betreft is De Jong natuurlijk wel een kans die zich aandient. Zullen we afsluiten met de derde voorronde van de Conference League. Vanavond twee Nederlandse clubs komen natuurlijk in actie. Hè? FC Twente en AZ. Ja. Ja, die tegenstander van Twente, die heb jij helemaal kapot geanalyseerd, heb ik gehoord. Ja, daar weet je alles vanaf. Ja, ik moet zeggen dat ik die niet zo heel goed in het vizier heb. Maar dat... Kukariki Belgrado. Ja, klopt. Ja, het wordt voor ons allemaal, denk ik, echt afwachten. Maar ik hoop wel echt op Europees succes van Twente. Omdat zeker, als je dan kijkt wat in de volgende ronde longt, hè, een dubbele confrontatie met Fiorentina. Oh. Het kan ook weer prachtige herinneringen opleveren. We hebben natuurlijk met VI ook die zomerserie gehad. Hè, waarin we terugblikten op legendarische trips. Europese trips van verschillende clubs. Dit is ook echt weer zo'n reis die memorabel gaat worden. Hè, waar ze bij Twente dan nog jaren aan terug kunnen denken. Dus het is deze ronde even doorkomen. Lekker warm draaien. Vertrouwen tanken. En dan hopelijk op naar Florence. En AZ gaat op bezoek bij Dundee United. Ja. Daar weet je iets meer vanaf, geloof ik. Ja, zeker. Nou ja, dat wordt echt... als jij een beetje het Schotse voetbal inbeeld... dan Dundee
voldoet zeg maar wel aan al je verwachtingen. Ja, ja, ja zeker. Steven Fletcher als spits. Nou, die is inmiddels midden 30. Heeft jarenlang bij Sunderland in de aanval lopen beuken. En duels uitvechten daar onder in de Premier League. Later bij Sheffield Wednesday seizoenen gezeten. Daar heb ik hem nog wel eens gezien. Hij is niet super mobiel, om het zo te zeggen. Maar wel slim, sterk in het uitvechten van de duels. Ja, een fox in de box, zouden de Engelsen zeggen. Tony Watt is de linksbuiten. Een voormalig talent van Celtic. Nou, heel opportunistische speler. Echt een jongen die vol gas achter iedere bal aangaat. Een soort Mike van Duinen-achtig, zeg maar. Ja. Dus AZ gaat denk ik vooral fysiek getest worden daar. En ze hebben natuurlijk toch wel nodige personele problemen. En 60 spelers niet mee kunnen nemen naar Schotland. Carlson, onder andere nog niet wedstrijd fit. Dus ik denk dat die wel een zware avond gaan beleven. En op VI Pro natuurlijk ook nog genoeg verhalen, hè, rondom de Europese avonturen van deze clubs, toch? Ja, zeker. Zeker. Ik moet zeggen, we zitten goed in de productie. Je zou bijna niet merken dat er mensen op vakantie zijn. Uitstekend, Bas. Heb jij tot slot... Trouwens, sorry, als ik nog één ding mag aanraden, ja, op VI Pro. Een verhaal van jezelf, of niet? Nee, nee. 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 Het is natuurlijk ook het weekend van de Bundesliga start en de Premier League start. Ja, gaan we video's over opnemen, hè? Ja, absoluut. En we pakken daar ook een tekst mee uit. En natuurlijk hebben we de seizoengids met ook volop aandacht voor de buitenlandse competities. En in de komende dagen hebben we ook overzichten met iedere club in de Bundesliga, Premier League, even belicht. Even een opvallende speler eruit gepakt. Een leuke statistiek, de verwachtingen per team. Nou, ik denk dat lekker doorlezen, dat wel enthousiast maakt voor het nieuwe seizoen. Heb jij tot slot nog een hele goede quizvraag voor mij? Eentje die beter was dan die ik stelde? Of zullen we het gewoon hierbij laten? Is het oké als ik daar morgen op terugkom? Daar komen we later op terug, ja. Heel goed, Bas. En hoe was het debuut? Ik vond het wel leuk. Lastige quizvraag, maar... Ja, als die beter gesteld wordt, dan is die wel ja, beter. Ik heb mijn koffie wel koud laten worden. Ja. Nou, gaan we heel snel koffie drinken. En dan, tot morgen. Tot ZSM, hè? Ja, tot ZSM. Dus ik denk het, Bassie.